welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een andere haarkleur. Ik ging voor blond, maar het is meer heel lichtbruin geworden met blonde highlights. Maar ik vind het echt fantastisch. I love it. Ik vind het echt heel erg mooi. Wat vinden we ervan, jongens? Ik vind het gewoon nou echt heel leuk om met verschillende pruiken te spelen. Omdat het nu gewoon echt heel makkelijk is om dat te doen. Dus ja, ik vind het weer heel leuk. Maar goed, ik ga vandaag een nieuw make-up merk testen. Ik was aan het rondkijken op Pussy Shop. Ik noem het een beetje online window shoppen. En ik zag dat er een compleet nieuw make-up merk daar te koop is. En die heet Collection. En het is super goedkoop. Het heeft echt de prijzen van Catrice, Essence, etc. En ik dacht, wij houden hier op mijn kanaal heel erg van betaalbare make-up. Dus laten we deze make-up gaan testen. En niet alleen qua prijzen, maar ook qua hoe het eruit ziet, lijkt het echt heel veel op Catrice en Essence. Dus misschien valt het ook onder dat bedrijf. I'm not sure. Maar in ieder geval vind ik het vooral op Catrice en lijken, ook qua prijzen. Dus ja, ik ben gewoon echt heel erg benieuwd. Dus ik heb een hoop besteld. En we gaan gewoon vandaag kijken met z'n allen wat we ervan vinden. Het is bijna genoeg voor echt een full face. Ik heb wel gewoon zoveel mogelijk proberen te bestellen. Ja, ik dacht ik ga het gewoon hier op camera samen met jullie testen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu wel leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze testvideo. Is het een beetje donker hier? Het lijkt een beetje donker of zo. Ik ga het een beetje verlichten. Even kijken. Nou is het iets lichter. Is dit beter? Volgens mij is dit beter. Het was echt te donker. Vaak als ik een donkere achtergrondkleur doe, dan moet ik het wat meer verlichten. Omdat het anders allemaal te donker wordt. En jullie alles gewoon nog wel goed moeten zien. Oké, we gaan denk ik vandaag weer beginnen met de ogen. Ik ben echt de laatste tijd echt helemaal into beginnen met de ogen. I love it. Dus dat gaan we vandaag ook doen. En ik heb hier een paletje. Ik heb hier de Collection Eye Palette Ibiza Sunsets. En hij kost €6,95. Ik vond dit een prachtig warm paletje. Ik heb een heleboel warme paletjes, maar niet zo warm. Met echt dit soort diepe rode achtige burgundy kleuren. Dus ik dacht ik ga deze bestellen. Er was ook nog een andere kleur. Die heet Sahara Dunes. En die is meer bruinachtig. En volgens mij was er ook een beetje een roze. Dus als het goed is zijn er 3 van dit soort paletjes. Maar ik ben gegaan voor de echt een beetje rode warme kleuren. Ik hou altijd van dat soort kleuren. Hoe warmer hoe beter het matcht met mijn huidskleur. Weet je wat ik altijd haat aan betaalbare make-up? Dat alles gewoon letterlijk is vastgeplakt met plakband. En het is altijd zo een gedoe om het los te krijgen. Oké, het ziet er gewoon prima uit op zich. Alles is gewoon heel netjes. Qua verpakking is het gewoon precies wat ik verwacht. Niet heel slecht, niet heel goed. Gewoon echt een prima verpakking. Ook lekker klein en handig voor de prijs. Alle producten die ik vandaag laat zien zijn bijna allemaal best wel klein. Dat was me echt gelijk opgevallen toen ik mijn pakketje opende. En dit paletje ook. Dus ik ben benieuwd. We hebben een aantal glanzende kleuren. Deze 3. En de rest zijn echt allemaal mat. Ik vind het qua kleurenopstelling er wel gewoon echt goed uitzien. Dus laten we dit gaan aanbrengen op de ogen. We gaan inzoomen. Oké, ik heb heel even mijn pony een beetje aan de kant gedaan. Zodat je niet in de weg zit. Ik ga eerst beginnen met het primen van mijn oogleden. En ik gebruik weer mijn Essence primer. Oké, ik heb de oogschaduwprimer aangebracht. En normaal ga ik het dan vastlokken met een hele lichte matte kleur. Een beetje zo'n kleur. Alleen deze kleur hier is glanzend. En deze kleur is wel mat, maar iets te donker. Dus ik ga even gewoon een ander paletje gebruiken. En dan daar gewoon de matte kleur uit gebruiken. En dan breng ik een lichte matte kleur aan over mijn hele ooglid. Gewoon basically overal waar ik die oogschaduwprimer heb aangebracht. En dan ga ik nu wel in met deze lichte matte kleur. En die gaat in mijn arcadeboog. Ik heb echt wel eens dat ik gewoon helemaal geen zin heb om een video te maken. Dat ik gewoon geen zin heb in make-up. En gewoon echt gewoon helemaal geen zin heb gewoon. En dat had ik de laatste tijd ook een beetje. En vandaag is dat weer veranderd. Vandaag heb ik weer gewoon lekker zin om een videootje te maken. Dus vandaag is weer een goede dag. Deze kleur breng ik ook best wel hoog aan. Bijna helemaal tot aan mijn wenkbrauwen. Dan ga ik in met die bruine kleur ernaast. Die gaat ook in de arcadeboog. En een beetje onder die andere kleur. Het was weer gewoon een simpele soft glam look. Want ik moet nog vandaag ergens heen vanavond. Oké, dit ging op zich prima. Ik mis wel een beetje pigment. Ik wil echt een donkere rode burgundy look maken. Dus ik ga in met deze donkerste kleur hier. En die ga ik best wel veel aanbrengen. En dan vooral gericht hier op de buitenste ooghoek. En ik breng het helemaal zo omlaag aan. En zo, maar we gaan het hier zo meteen opruimen. Nou, heb ik weer het gevoel dat ik ben overbelicht. Ja, ik weet ook allemaal niet meer, jongens. Mensen, ik ga vanavond naar een nieuw bijbelgroepje. Ik ging er altijd naar eentje. Alleen ik heb het gevoel dat ik hun een beetje ben uitgegroeid of zo. Dus ik heb nou andere mensen ontmoet. En ik ga nou naar hun toe. En hun lijken meer te matchen met hoe ik ben en hoe ver ik ben. Dus ik ben echt heel benieuwd. En nou kom ik daar weer zo aan met helemaal zo'n overdreven make-up look. Maar oké, echt niemand basically draagt make-up. En al helemaal niet zo heftig als ik. Maar ja, het is gewoon wie ik ben.
En daar moet men mijn homie dealen. Ik vind echt dat vooral in de christelijke community vrouwen echt wel zichzelf een beetje mogen oppeppen of zo. Ik vind heel vaak dat de vrouwen er een beetje saai uitzien of een beetje oudbollig. Ik vind echt dat je echt wel gewoon een beetje je best mag doen om er een beetje leuk uit te zien. En ik bedoel niet sexy of whatever, maar gewoon een beetje leuk. En het hoeft niet zo heftig als mij, maar ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Dan nu een glanskleur. Zal ik ook gewoon gaan voor deze donkere of voor deze lichte? Konden jullie mij maar gewoon antwoorden? Dat was echt geweldig geweest. Ik denk dat ik toch voor deze kleur ga om het allemaal een beetje warm te houden. Dus een beetje een oranjeachtige kleur. Maar wel heel mooi. Het had wel iets glanzender gekund. Ik ga gewoon eerlijk zijn met jullie. Het heeft echt gewoon de kwaliteit van een 6 euro paletje. Het is exact gewoon you get what you pay for. Dus dat moet je wel weten. Maar het is niet absurd slecht ofzo. Ik heb slechtere paletjes gehad voor die prijs. Maar het is ook niet top. Qua oogschaduw, dat is een van de weinige make-upjes waarvan ik zeg, weet je wat, besteed daar gewoon iets meer geld aan. Want de betaalbare zijn meestal niet zo goed als heel wat duurder. Kijk, bijvoorbeeld met lipstick maakt het niet per se uit. Je hebt van Essence echt fantastische lipsticks en zo. Maar qua oogschaduw, ja, ik zie toch altijd wel wat verschil qua in de kwaliteit. En dan pak ik deze lichte glanzende kleur. En die gaat like always in mijn binnenste ooghoek. De kleuren zijn ook een beetje poederig. Dat vind ik ook wel jammer. En een klein beetje onder de wenkjes. Ik ben niet per se onder de indruk van dit paletje, helaas. We gaan verder met eyeliner, want jullie weten dat ik daarvan hou. Dit is de Collection Fast Stroke Longwear Liner in Black en hij kost €4,95. Oké, deze eyeliner vond ik er dus echt gewoon prima uitzien online. Je hebt hem ook in een waterproof versie en ze hebben ook een bruine. Dus ze hebben echt wel gewoon een aantal opties. Maar ik ben gewoon gegaan voor de normale zwarte. Waterproof is altijd zo moeilijk van je ogen af te halen. En dan moet ik helemaal zo extreem hard wrijven en dat wil ik niet. Dus vaak pak ik gewoon de normale. Maar als je hele waterige ogen hebt, dan pak gewoon de waterproof. Ik heb er echt een mooie wing mee kunnen aanbrengen. I love it. Het kwastje is super fijn. De formule is ook wel oké. Hij droogt heel mooi mat op. Vooral hier is hij al helemaal mat opgedroogd. Dat vind ik ook top. Ik mis alleen een tikkietje pigment. Hij brengt een heel klein beetje waterig en niet zo gepigmenteerd aan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar als je er 2-3 keer overheen gaat, dan wordt het wel weer gewoon goed. Het kost gewoon net ietsje meer aandacht. Maar het is wel gewoon oké voor die prijs. Ooglook is helemaal af. Ik vind het een mooie look geworden. Mooi warm. De wimpers die ik op heb zijn van Allure in de stijl 112. Mijn favoriete wimpers, dat weten jullie. Ik heb mijn gezicht geprimed en ik ga nou in met foundation. Dit is de Collection Lasting Perfection Glow Foundation. En ik heb hem in de kleur Buttermilk 10. De kleur heb ik letterlijk moeten gokken op de kleurnaam. Want er waren geen swatches, niks. Misschien als ik wat moeite had gedaan en het had opgezocht, ik die wel had gevonden. Maar in ieder geval op de website bij Pussy Shop waren er geen swatches. Dit was de kleur 10 en daarbij stond medium huid met een warme ondertoon. Dus ik dacht, dat is mijn huid, dus het zal wel goed zijn. En als ik er zo naar kijk, oh, mijn hele stem valt gewoon weg. En als ik er zo naar kijk, lijkt het ook goed te zijn. Dit is de glowy versie en je hebt ook een matte versie. Er staat shake well before use, dus je moet hem eerst goed schudden. Glowy producten moet je vaak goed schudden. En dan gaan we het gewoon aanbrengen, jongens. Ik ga even kijken wat voor dekking het heeft. Een glowy tint heeft vaak een medium dekking. Oh, er staat medium tot volledige dekking. Oké, dat is vrij uniek met een dewy finish foundation. Je kunt hem opbouwen vegan, cruelty free en vermindert huidirritaties en roodheden en hydrateert. Ik ben benieuwd, dat klinkt allemaal heel goed. Wel gewoon een goede verpakking, I like it. We krijgen 27 milliliter. Deze kost, even kijken, €10. Normaal krijgen we 30 milliliter, dus ietsje minder dan ja, wat normaal is, zeg maar. Ik heb hier mijn beauty blender, daarmee ga ik hem aanbrengen. Oké, let's do this. Ik ben heel benieuwd. Ja, de kleur is echt perfect. Dit heb ik echt perfect gematcht. Moet wel zeggen, ik zie nu al, het heeft geen volledige dekking. Het heeft een lichte tot medium dekking, dus dat klopt echt gewoon helemaal niet gewoon. Ja, letterlijk niet licht, maar ook niet medium. Echt gewoon precies middenin. Heeft ook niet heel veel glow. Ik weet niet wat ik had verwacht, maar het is niet per se dit. Dit heeft een lichte tot medium dekking en een natural finish. Het heeft geen glowy finish. Ik heb niet echt probleem met een natural finish. Maar ja, als je iets glowy haalt, dan wil je denk ik ook gewoon echt glowy. Maar ik vind een natural finish is mijn favorite finish. Dus op zich ben ik er wel gewoon blij mee. Maar ja, is wel handig om te weten voordat je zoiets koopt. Het ligt heel natuurlijk op de huid. Echt bijna gewoon alsof je niks op hebt. Ik vind het er op zich wel goed uitzien. Het is gewoon niet wat er staat in de beschrijving. Maar los van dat vind ik het er wel goed uitzien. Dus als je op zoek bent naar iets met een lichte tot medium dekking en een natural finish. Dan vind je deze denk ik wel fijn. Ik ben ook heel benieuwd hoe die gaat blijven zitten. Maar voor nu vind ik hem er goed uitzien.
En dan heb ik ook hun concealer. Dit is de Collection Lasting Perfection Concealer in de kleur Light Vanilla 9. Ook deze heb ik weer gewoon lekker gegokt op de naam. Light Vanilla is altijd wel goed voor mij. Dus ja, ik hoop nu ook. Licht gewicht, een zachte matte finish, dus een soft matte finish. Egale basis, bla bla bla, sweatproof, vegan, cruelty free, camoufleert oneffenheden en donkere kringen. Oké, het is gewoon een normale concealer met een zachte matte finish. En ik hoop een volledige dekking, want dat vind ik altijd wel belangrijk bij een concealer. Oeh, de kleur is op zich ook wel goed. Ik moet wel zeggen, het heeft een beetje een neutrale ondertoon. Welke kleur is dit? Even kijken wat bij die kleur staat. Oh, de ondertonen staan er niet bij. Maar dit is echt een overduidelijke neutrale ondertoon. Dat is op zich geen probleem voor mij. Nou, ik had het allemaal niet verwacht, maar ik ben op zich echt blij met de gezichtsproducten. Meestal bij betaalbare make-up is het precies andersom. Maar echt de gezichtsproducten tot nu toe, deze concealer ook echt een volledige dekking. Zien we dit? Een beetje een medium tot volledige dekking. Maar I like it. Je moet wel een beetje extra tijd spenderen aan het blenden. Het blendt niet in één keer heel smooth uit, dus je moet wat, ja, wat goed extra blenden. Maar al met al, kijk even hoe mooi dit is. Het blendt ook heel mooi in met de foundation. Nou jongens, ik had het allemaal echt niet verwacht. I like it. Oké, ik hoop dat het zo blijft. Want ik heb hier ook een losse poeder. En een slechte losse poeder kan heel je gezichtsmake-up verpesten. Dit is de Collection Lasting Perfection Sheer Loose Powder. En de matte versie. En hij kost €3,95. Ze hebben deze in een matte versie, maar ook in een glowy versie. En online zie ik alleen nog maar de glowy versie. Ik weet niet waar de matte heen is. Maar ik bake het nooit met een glowy poeder. Want ik vind het niet mooi als het hier helemaal gaat glowen. Ik wil het juist mat hebben. Dat is de hele reden dat ik het überhaupt aanbreng. Dus ik heb de matte, dus ik hoop dat hij nog terugkomt. Of weet ik veel, misschien dat ik gewoon niet goed kijk. I'm not sure. Maar in ieder geval, dit is hem dus in de kleur transparant 1. Ik ben benieuwd. Laten we gaan kijken. Dit is hoe het eruit ziet. Ik haal dit er altijd gewoon helemaal uit. Zo, deze haal ik er altijd uit. Want ik vind het gewoon fijn om gewoon rechtstreeks met mijn poederding gewoon hierin te gaan. Deze is by the way van Too Glass. Dat vragen altijd heel veel mensen. Ik weet niet of hij er nog is, want ik heb hem echt al heel lang. En dan ga ik hiermee baken. Wow, de concealer creased ook gewoon helemaal niet. Normaal gaat het gewoon nu al creasen. Het creased gewoon helemaal niet. Ik ben in shock. Het is echt een hele goede concealer. Deze poeder voelt heel zacht aan. Het is helemaal in mijn haar gegaan, maar dat gaan we zo wel even weghalen. Het voelt aan als een HD poeder. Ik ben daar niet per se zo'n fan van, maar we gaan gewoon verder. Er zit letterlijk overal poeder in mijn haar. Hier, hier. Op zich ook wel oké. Hij heeft alleen geen dekking. Dat niet. Dus als je dat zoekt, is dit geen goede poeder voor jou. Het heeft wel hier een klein beetje laten oxideren. En dat vind ik wel jammer. Ik wil het hier juist zo licht hebben als maar kan zijn. En ik wil absoluut niet dat het donkerder wordt. En dat heeft hij wel een klein beetje gedaan. Dus dat vind ik wel echt minder. En dat is al genoeg reden voor mij om hem in ieder geval niet meer te gebruiken. Al met al, nee. Daardoor vind ik hem nog steeds. Ik weet niet of je het hier ziet, maar het is hier gewoon letterlijk donkerder geworden. Zien jullie dit? Dat vind ik niet zo, maar hij maakt wel echt mooi mat. Dus dat is wel top. En hij is inderdaad heel lichtgewicht. Ik ga heel even snel mijn neus contouren, want ik kan niet zonder neuscontour. Ik gebruik dit paletje van NYX. Mensen, ik vind het nou hier echt niet mooi. Het is echt donker. Het heeft wel echt goed mat gemaakt. Mijn hele gezicht is echt super mat. Super goede matte poeder. Maar ik ga even mijn Essence Brighten Up poeder hier extra aanbrengen. Want ja, ik vind het gewoon niet mooi als het niet zo mooi is verlicht. Deze is echt amazing en super goedkoop. Die breng ik gewoon zo extra aan. En kijk even hoe die het verlicht. Zien we dit verschil met hier en hier? Het is letterlijk brighten up. En dat is ook echt letterlijk wat je doet. Beetje fixing spray. Dan ga ik mijn gezicht een beetje bronzen. En dat heeft mijn gezicht echt nodig. Want het is nou gewoon één vlakke bedoeling. En ik heb hier een nieuwe bronzer. Dit is de Collection Matte Bronze Glow Poeder. In de kleur Light Terracotta 2. Ze hadden echt een heleboel bronzers. Ook heel veel van die hele glowy bronzers. Maar ik ben toch gegaan voor de meer matte. Wat ik dus grappig vind hieraan. Er staat wel glow op. Maar het is niet een glowy bronzer. Hij is gewoon mat. Dus laten we gaan kijken. De kleur ziet er goed uit. Oeh, hij ruikt heerlijk. Weet je waar die naar ruikt? Naar die bronzers van Physicians Formula. Daar ruikt het echt naar. Oké, er komt niet heel veel vanaf. Ik ga eerlijk zijn, ik breng echt superveel aan. En het is gewoon alsof er niks op mijn gezicht zit. Ik vind deze bronzer helemaal niks. Er komt echt gewoon letterlijk bekant niks vanaf. Ik zie een klein beetje oranje. Letterlijk ook de kleur vind ik niet mooi. Het is veel te oranje. Nee, I don't like the bronzer. Dan gaan we verder met mijn favoriet gedeelte van elke make-up look, de blush. Dit is de Collection Soft Glow Blusher in de kleur Rose 6. En deze kost €3,95. Dit is echt de kleinste blush ever. Hij is super klein. Kijk even vergeleken met mijn hand. Wel heel handig voor op reis bijvoorbeeld. En hij is super goedkoop. Slechts €4. Oh my gosh.
En dit is dan de kleur. Dit lijkt mij de perfecte neutrale kleur van mijn huidskleur. Dus deze ga ik aanbrengen. Hij heeft een beetje een paarse ondertoon. Ik vind het wel mooi, want zo'n kleur heb ik nog niet. Ja, hij is gewoon wel echt mat. Oh, I like it. Ik vind het wel mooi. Ik breng weer lekker veel aan, want dat is gewoon hoe ik ben. Mooi. Ik heb volgens mij geen highlighter van hun. Nee, ik heb geen highlighter. Dus ik ga weer even in met het oogschaduwpaletje. En dan pak ik deze lichte kleur hier. Die glanst ook niet al te veel. Ik had wel iets meer glans gewild, maar whatever. En die kleur ga ik ook aanbrengen op mijn neus. Als mijn neushighlight. Dit is ook echt heel makkelijk gewoon te doen met oogschaduw. Je hoeft niet echt per se altijd highlight te hebben. Zo, nou heb ik gewoon een hele subtiele glow. En dan last but not least, gloss. Dit is de Collection Gloss Me Up Lip Gloss in de kleur Raspberry 4. Ik heb wel een klein foutje gemaakt, want ze hebben ook lipsticks. En ik had op de lipstick en de lip gloss geklikt, want ik wilde ze op elkaar gaan aanbrengen. Echter heb ik de lipstick niet ontvangen. Dus ik kan naar mijn mail zien of ik hem überhaupt wel heb besteld. En ik heb hem gewoon niet besteld. Dus ik denk dat ik hem per ongeluk heb verwijderd uit mijn winkelmandje. Want ik heb een aantal andere dingen ook verwijderd. Dus ja, ik heb nou per ongeluk geen lipstick, maar godzijdank nog wel de gloss. En ik wilde gaan voor een warme gloss om te matchen met de hele warme look. Heerlijk zoet, ultra glanzende lipgloss voor stralende lippen en voelt niet plakkerig aan. Nou, dat zijn de claims. Alles is ook vegan en cruelty free. Nou, laten we hem aanbrengen. Misschien met iets van een lippotloodje eronder. Ik ga voor een hele warme kleur. Deze is van Morphe in samenwerking met Nien, als ik het goed uitspreek, in de kleur Pumpkin Spice. Ik weet niet of dit met elkaar gaat matchen, want deze is best wel oranje en deze is best wel rood, maar we will see. Oeh, het ruikt echt heerlijk naar snoepjes. I love it. Wat een heerlijke geur. Oeh, super glossy. Lip glossjes in zo'n tube zijn altijd super dikkig en glossy. Oh, I like it, jongens. Ik vind de geur ook echt heerlijk. Lekker zo dikkig en juicy. Fantastisch. Nou, dit was het dan. De doos is helemaal leeg. Ik ga nog wel in met een glowy spray van Iconic London. Want ik wil een beetje wat glow aan mijn gezicht toevoegen. Want nou is het bij mat. Nou mensen, dit is dan de hele make-up look. Wat vinden we ervan? Ik ben in shock dat ik gewoon blij ben met de gezichtsproducten. Zowel de foundation en de concealer. Amazing. Vooral de concealer. Die is echt top, 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 top. Alsof je gewoon super veel kost. Wat hij echt totaal niet doet. Ik vind deze combinatie allebei echt heel erg mooi. Voor zo goedkoop. Ik ben ook benieuwd hoe het de hele dag blijft zitten. Oké, mensen, even een snelle update over mijn make-up. Ik hoop dat dit een beetje goede belichting is voor jullie. Volgens mij niet heel goed. Het is nou 7 uur in de avond. Net was nog in de ochtend. Het was 10 of 11 uur. Ik weet het niet meer zeker, maar in ieder geval voor 12 uur. En nu is het dus 7 uur en mijn make-up zit er al de hele dag op. Ik ben zelfs naar de fysio geweest en daar moet ik dus letterlijk met mijn gezicht in zo'n smalle hoofdding van een massagestoel. Als je begrijpt wat ik bedoel, dat smalle ding waar je zo met je hoofd in moet. En heel mijn make-up is er gewoon afgegaan. Het zat echt helemaal op die stoel. En ik zag letterlijk make-up op die stoel, maar ik zie hier gewoon geen make-up die er af is gegaan. Ik zie hier wel een beetje dat de wing een beetje is gaan smutsen. Dat vind ik wel echt jammer, want dat heb ik echt nooit. Dus dat die wing is gaan smutsen, dat maakt de eyeliner niet zo best, want dat heb ik letterlijk nooit. Ook niet met hele goedkope. Dus dat is wel minder, maar mijn gezichtsmake-up, ik ben in shock. Ik weet niet of jullie het zien. Het zit nog zo goed. Vooral die concealer. Die concealer is echt top, top, top. Echt amazing. Zeker halen. Echt, I love hoe mijn gezicht eruit ziet. Oh my gosh, ik ben echt in shock een beetje. Ik had het zo niet verwacht. Kijk even dit. Het is ook niet vettig geworden of whatever. Ik heb heel vaak hier bij mijn neus wordt een klein beetje vettig en zo. Gisteren heb ik ook iets opgedaan. Wat heb ik toen opgedaan? Volgens mij iets van LA Girl. En heel mijn gezicht was echt vettig na een dag. En nu gewoon helemaal niet. Dus oh my gosh. I love it. Echt top, top, top. Ik wilde de gloss gaan aanraden. Maar zie hoe het zo aan elkaar plakt. Een beetje zo viezig. Nee, I don't like it. En ik ga ook nog de blush aanraden. De blush vind ik ook heel mooi. Heel mooi mat. Lekker mooi kleurtje. I like it. Voor zo goedkoop. Wat ik echt niet aanraad vandaag is zowel het oogschaduwpaletje als de bronzer. Deze vond ik allebei echt heel slecht. Ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Wat vonden jullie van de collectie? Die heet letterlijk Collection. Wat vinden jullie van de video? Van de make-up look? En wat voor video's zouden jullie nog meer willen zien? Let me know in de reacties. Want ja, ik wil de video's maken die jullie willen zien. Dus laat het me alsjeblieft weten. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats je ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hieronder te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!